Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Gezellig dat je er bent. Mijn naam is Stephanie en welkom bij een nieuwe handwerkupdate, waarin ik je graag laat zien wat ik de afgelopen 2 weken gehandwerkt heb. Vandaag heb ik een finish en ik heb precies gedaan wat ik de laatste keer heb gezegd en nog een beetje meer. Dus ik heb ook heel veel vooruitgang te laten zien. Zijn jullie ook zo aan het genieten van het heerlijke weer? Ik ben echt zo blij dat het omgeslagen is en dat we lekker af en toe een beetje buiten kunnen zitten. Zeker in mijn pauzes en daar geniet ik volop van. Ik heb lekker gewerkt aan mijn handwerkprojecten. Ik had vorige keer gezegd dat deze aflevering wat korter zou worden en wat saaier. Omdat ik echt aan het proberen ben wat dingen af te maken. Nou, dat is ook uitgekomen. Dat gaat ook zeker gebeuren. Ik heb een finish en ik ben een flink stuk verder met mijn zeemermin. En met de Tula Nova. Een kleine verrassing tussendoor, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Kun je vast al raden wat dat is. Maar laten we beginnen, want ik heb er heel veel zin in om dat te laten zien. Laten we beginnen met de finish. Mijn seed stitch sjaal, die heb ik gemaakt uit 2 bollen Whirl. Van een ander merk. Whirl is van scheepjes, maar ik heb van Rico Design gebruikt. Welke ik precies heb gebruikt, heb ik onder in de beschrijving gezet. Maar ik heb gewoon één recht, één averecht gebreid in de lengte. Zodat je een heel speciaal kleurverloop hebt. En dan brei je de ene bol van buiten naar binnen. En de andere bol van binnen naar buiten. Ik ben deze sjaal op 1 januari gestart. Ik heb er dus echt 5 maanden over gedaan om hem af te krijgen. Ongeveer wel iedere dag aan gewerkt. Niet helemaal een paar dagen overgeslagen. Maar toch best wel veel dagen. En hij is eindelijk af. Ik had hem gestart als een beetje een tussendoorproject voor in mijn pauze. Om iets te doen te hebben waar ik niet bij na hoefde te denken. Nou, dat was heel fijn. Dat was echt goed gelukt. Maar op een gegeven moment was ik hem wel zat en dacht, ja, nou weet ik wel hoe die wordt. Dus het was tijd om hem af te maken. En wow. Wat een joekel is het geworden. Dit is de sjaal. Ik ben er heel blij mee. Je ziet het kleurverloop. Het is echt heel mooi geworden. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik van de lengte vind. Ik heb hem omgedaan. Ik kan hem zeker 3 keer omslaan. Deze sjaal is meer dan 2 keer zo lang als ik ben. Maar ik heb gewoon het patroon gevolgd. Gedaan wat hun wilde dat ik deed. Met het aantal steken en ja, gewoon normaal de sjaal gebruik. Maar hij is echt mega. Gelukkig is hij niet heel erg dik. Dus ik denk dat ik er van de winter wel plezier van zal hebben. Maar dat moet echt wel sneeuw zijn. Of hele harde wind. Want als ik hem niet vaak genoeg omsla, dan hangt hij op de grond. Dat is niet heel handig. Dus we gaan het zien wanneer ik hem kan gebruiken. Als ik hem nog een keertje zou doen, zou ik echt zeker weten minder steken opzetten. Maar het is wat het is. En in ieder geval hebben we een finish. En dat is super hard nodig, want ik heb een kleine review gedaan. Omdat we bijna op de helft van het jaar zitten, daar ga ik je straks meer over vertellen. Maar ik lig echt dik achter op schema. Dus dat was een hele welkome finish. Een mini projectje wat ik tussendoor heb gedaan. Vorige keer heb ik laten zien dat in de Hollands Handwerk Gelukbox een pakketje zat van houtmoed. Waarbij je kleine mini viltmandjes kunt maken. En die heb ik inmiddels gemaakt. Dat was natuurlijk maar een paar minuten werk, maar ik vind ze echt heel schattig geworden. Was gewoon leuk om even te doen. Ze zijn allebei al in gebruik. Ik heb er eentje naast mijn computer gezet om daar wat kleine prutsels in te doen. En eentje gebruik ik bij mijn zeemermin om mijn losse draadjes in te leggen. Niet dat die echt opgevangen moeten worden of zo, maar anders belanden ze altijd op mijn kleding. En we hebben een stoffen bank, dus daar blijven ze ook allemaal aan hangen. Ik borduur op de bank. Dus op zich is het best wel handig en ze zijn in gebruik, dus het was niet voor niks. Maar die ga ik niet meetellen als project of als finish. Maar ik wilde ze toch eventjes laten zien, omdat ik het wel echt een aanrader vind. Ja, laat ik dan gelijk maar mijn zeemermin erbij pakken. Dit is Tear of Mermaid, patroon van Heaven and Earth Designs. En schilderij van Tatjana Ostova. Ook hier ben ik al sinds 1 januari aan bezig en ik ben weer flink wat opgeschoten. Ik werk er iedere ochtend aan. En het ligt er een beetje aan hoeveel tijd ik dan heb. Afhankelijk van hoe snel ik ben met eten en aankleden en zo. Maar ik begin meestal om 9 uur met werken. Dus alle tijd die ik daarvoor heb, die kan ik lekker borduren.
En dit is waar ik nu ben. Bladzijde 10, die is hier ongeveer met de vissen. Die heb ik helemaal afgemaakt. Bladzijde 11 hoeft alleen nog maar ingevuld te worden. Alle kleurtjes zijn daarin verwerkt, dus dat wissel ik een beetje af. En hier is de volgende bladzijde. Weer volop met vissen. Dus ik heb dit en deze hele strook toegevoegd in de afgelopen 2 weken. Nou, en dit vlak is wel heel veel van 1 kleur, dus ik wissel het een beetje af. Een paar draadjes tellen in de nieuwe bladzijde en een paar draadjes opvullen in de oude bladzijde. Normaal werk ik een beetje bladzijde per bladzijde. Maar in dit geval dacht ik, nou dat gaat een stuk sneller en het voelt ook alsof ik wat meer vooruitgang boek. Maar ik heb dus echt weer superveel steken toegevoegd in de afgelopen 2 weken. 9472 om precies te zijn. Een heel mooi aantal. En ik heb er zelfs 4 dagen niet aan gewerkt. Dus dat is echt een goed aantal per dag. Dat betekent dat ik nu in totaal 68.105 steken gehad heb. Dat is goed voor 14,82%. Dat begint al ergens op te lijken. Want in totaal zijn er 459.600 steken. Dus ik ben er nog lang niet. Maar die dubbele cijfers die klinken wel goed. Ik had mezelf als doel gesteld om in mei iedere dag 1000 steken te doen. Dat zijn er heel veel. Maar dat lukt me dus gewoon in de ochtend omdat ik tentstips doe en omdat ik zoveel vlakken kan invullen. En ik ga je straks vertellen of ik dat gered heb. Het was een soort challenge als vervanging van Stitchmania. Omdat ik het niet zag zitten om zoveel projecten te starten. Maar ik toch iets leuks wilde doen en ik hou wel van een challenge. Dus dat is de zeemermin. En een andere grote uitdaging is de Tula Nova quilt. Dat is deze. Een English paper piecing project. Geappliqueerd op een achtergrond. Dus echt een handproject. Daar ben ik al een tijdje aan bezig. Maar toen kwam het nieuws dat we van onze vereniging, Dutch Modern Quilt Guild, een online tentoonstelling gaan organiseren met het thema slow stitching, oftewel handwerk. Dus ik dacht, deze is daar echt perfect voor. En ik ben nu dus aan het proberen om hem op tijd af te krijgen. De inschrijvingen sluiten 16 juni, dus ik heb nog iets minder dan 2 weken de tijd. Maar ik loop iets voor op schema, dus ik heb echt heel hard gewerkt. En een foto later e-mailen, dat lukt vast nog wel. Kan ik vast een beetje mee smokkelen, aangezien ik zelf de blokjes ga opstellen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat gaat lukken. Het lijkt me heel erg tof om hem dan af te hebben. Maar hier is hij dan. Hij is echt al mega groot. Ik heb hem vastgenaaid op de achtergrond met een naaimachine in een grote rijgsteek. Dus wat ik nu aan het doen ben, is om het hele ding te appliceren op de achtergrond. Maar ik had verwacht deze week nog bezig te zijn met sterren aannaaien. Dus dat loopt al heel goed op schema. Ik ga natuurlijk een foto inplaatsen van hoe hij er nu uitziet. Want dat is veel te groot om hier te laten zien. Maar ik wil toch proberen om in ieder geval rond te gaan en de laatste ronde te laten zien. Die is er helemaal nieuw bijgekomen. En ik ben er echt super blij mee. Het is echt een prachtige regenboog aan het worden. Nou, niet helemaal een complete regenboog, maar in ieder geval in de kleuren van de collectie. Ik gebruik de Eden collectie van Tula Pink. Die is inmiddels out of print, oftewel bijna niet meer verkrijgbaar, alleen misschien nog wat losse stukken. Maar die had ik al een aantal jaar in huis. En ik heb het pakket voor deze quilt gekocht een aantal jaar geleden toen ik Tula Pink heb ontmoet. Dus dat leek me echt een perfecte gelegenheid en ik heb daarvoor de Eden collectie gebruikt. Maar nu de laatste ronde. Ik heb echt geprobeerd om de mooie stukken uit de collectie eruit te halen, zoals de tijger en de vlinders. Die zijn er in een aantal verschillende kleuren. Misschien hoor je wat gekraak. Dat zijn de kartonnetjes die er aan de achterkant uitvallen doordat ik hem al zoveel vastgehouden heb. Olifant. Klein beetje geel. Geel vind ik echt een van de leukste kleuren, maar die zit hier heel weinig in. Maar gelukkig toch een beetje.
Nog een tijger. Hij is ook echt best wel zwaar. Zijn we er al bijna? Ik weet niet zo goed meer waar ik begonnen ben. Ik denk bij de roze tijger. Of hier. Nou goed. Een heleboel sterren aangenaaid. Hij zit helemaal in elkaar. Dus ik moet hem nog appliceren op de achtergrond. Dan knip ik hem weg. Dan ga ik een stuk wegknippen. Want je ziet hier alle papiertjes. Die zitten er nog in. Die moeten er natuurlijk uit als ik hem wil gaan wassen. En dat is gewoon ook netter. Dan wordt hij een stuk platter van. Maar tijdens het aannaaien is het handig als die er nog in zitten. Want dat maakt hem een stuk steviger. Dus dat is de volgende stap. En dan dubbelen. Dus een achterkant en een vulling ertussen. En dan quilten. En dat ga ik heel intensief doen. Ik weet nog niet precies, maar ik ga echt proberen om die geometrische vormen te benadrukken. Dat zou ik misschien beter door iemand kunnen laten doen met een langarmmachine. Maar dan ga ik het niet redden voor de tentoonstelling. Dus ik ga het toch zelf proberen. En we zien het wel. Het is mijn eigen project. Hij hoeft niet perfect te worden. Ik heb al garen op het oog. Ik had een perfecte klos garen, maar die kan ik niet meer vinden helaas. Dus ik heb op internet gezocht naar iets wat erop lijkt. Dus ik ga dat gewoon gebruiken. Maar ik hoop wel dat dat de goede kleur is. En die komt van de week binnen. En ik wil ook nog even mijn achtergrond laten zien. Ik heb de pastel confetti gebruikt. Daar zitten echt alle kleurtjes in die ook in deze quilt zitten. En hij is lekker rustig omdat het wit is. En met hele kleine spikkels. Dus ik vond dit echt perfect. En het garen lijkt daar dus ook een beetje op. Dus ik hoop echt dat dat helemaal samen gaat komen. Maar het is nog steeds heel erg leuk om eraan te werken. Ik heb deze opgedeeld in stukjes zodat ik hem op tijd af zou hebben. En ik had de smaak te pakken, dus de sterren aannaaien ging best wel snel. Maar dat geeft niet, want ik heb denk ik echt al mijn tijd nodig om hem te quilten. Dus dan zou die in de volgende podcast af moeten zijn. Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Maar tot nu toe ben ik er in ieder geval heel erg blij mee. Het is echt een super leuk project om aan te werken. Ja, dat hoort ook bij de zomer. Helaas zijn ze hier beneden aan de flat het gras aan het maaien. Ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van hebben. Maar ik heb even geprobeerd te pauzeren. Maar ze zijn voorlopig nog wel even bezig, denk ik. Dus ik ga toch maar doorpraten. Ik zei het net, het is alweer juni. Gelukkig komt daarbij ook het mooie weer. Dat maakt het ietsje beter. Maar ik ben echt niet blij dat het allemaal zo snel gaat en dat het al juni is. Maar goed, dat betekende een nieuw deel van de Dark Queen of the Seas Stitch Along van Autumn Lane Stitchery. Nummer 10 alweer. Nog maar 2 delen te gaan. En het is al gelukt om die helemaal af te maken. En dit is hoe ze er nu uitziet. Ik vind het nog steeds echt fantastisch. Het wordt echt heel erg gaaf. En wat er nu dus bij is gekomen, is de tentakel aan deze kant. Om de drietand heen. Heel tof dat daar ook weer een beetje roze in zit. Dat had ik niet meer verwacht. Maar dat maakt het toch net een beetje spannender. Dus we hebben denk ik nog een tentakel aan deze kant te gaan. En daarna wat kraaltjes en glitters om hem af te werken. Nog maar 2 delen te gaan. Dus ik ben al op zoek naar een fotolijst. Ik was deze stitch along begonnen vanwege de visjes. Ik ben echt dol op vissen en ik vond deze zo ontzettend leuk. Maar ik had nog geen idee wat het zou worden. En hoe verder ik nu kom in het project, met hoe meer paars erbij komt eigenlijk, hoe meer ik nu denk, dit is er een voor mijn zus. Dus ze weet nog van niks. Ik hoop dat ze hem leuk vindt, maar ik denk dat ik hem aan haar ga geven als die af is. En dat maakt het wel extra leuk om eraan te werken. Dan nog een project waar ik niet aan had gedacht dat ik die kon laten zien. Dus dat maakt deze podcast toch nog ietsje langer. En dat is natuurlijk de quiltcursus. Maak je eerste quilt op de naaimachine. Ik zou nu eigenlijk 4 nieuwe blokken moeten laten zien in de afgelopen 2 weken. Maar ik werk natuurlijk wat vooruit. Om de video's op te nemen en om op tijd klaar te zijn voor de cursisten. Dus dat gaat niet meer lukken, want inmiddels zit de top in elkaar. Maar die kan ik wel laten zien. Ik ben echt heel erg blij met het gekozen stofje. Hij is super vrolijk en blij. En ook deze past natuurlijk niet helemaal in beeld. Dus ik ga een foto laten zien. Maar ik kan je wel alle blokken laten zien. En
En de laatste vier. Ik heb de cornerstones allemaal wisselend gedaan en de restjes gebruikt van de stoffen. Zodat ze echt een beetje, ja, dat feestelijke en dat kleurrijke weer terugkomt. En ik heb ook geprobeerd om er een klein beetje een fade in te maken. Dat kan natuurlijk niet zo heel goed met zoveel kleurtjes, maar ik heb eerst alle blokken in twee kleuren gedaan. Dus zeg maar, ik heb eerst alle blokken in één kleur gedaan. Dus roze, geel en oranje. Dan één rij met roze, geel, oranje gemengd. De middelste rij, daarin, dus de diagonaal eigenlijk, daar komen alle kleuren in voor. En dan hebben we paars, groen en blauw. En in de hoek allemaal één kleur, paars, groen en blauw. En ik denk dat dat best wel aardig gelukt is. Ik vind hem in ieder geval heel vrolijk en leuk. Toch weer heel anders dan de andere cursusvoorbeelden. En ik ben blij dat ik deze versie heb gebruikt om de video's op te nemen, want dat maakt ze extra vrolijk. Maar dat gaat dus best wel goed. De cursisten die maken deze week de laatste twee blokken. En daarna gaan we hem in elkaar zetten, dus ik ben ietsje vooruit aan het lopen. Maar ja, dat is wel hoe mijn weken gevuld zijn. Eerst filmen, dan bewerken en een patroon maken. En alles uploaden en natuurlijk vragen beantwoorden, wat nog steeds echt super tof is. En het is echt heel erg leuk om te zien hoe alle kleurtjes bij elkaar komen. En dat ook de quilts van de cursisten echt een mooi geheel gaan worden. Ik ben er echt super super trots op hoe goed ze het doen en hoe mooi alle blokjes zijn. Dan heb ik nog één laatste oeps projectje, wat niet helemaal de bedoeling was. Een nieuwe start en daarna wil ik je nog gaan de update van mij geven en een klein kijkje vooruit naar mijn plannen. Maar zoals jullie weten is mijn pauzeproject de Seed Station nu helemaal af. Dus ik was opnieuw naar een nieuw project voor in de pauze. Waar ik niet zoveel bij na hoef te denken, niet zoveel spullen hoef te pakken. Wat gewoon klaar ligt, even een paar dingetjes eraan en weer verder met werken. Nadat mijn sjaal af was, heb ik mijn pauzes gebruikt voor de Dark Queen. En dat was precies genoeg om de twee weken vol te maken. Dus op maandag had ik een nieuw project nodig. En het was een beetje gevaarlijk, want ik had een nieuw borduurproject voorbij zien komen van Heaven & Earth Designs. Die heeft een nieuwe freebie uitgebracht. Dat is Freebie Harmony. Een super vrolijke, kleurrijke papegaai. En ik was eigenlijk meteen verliefd. Heel gek. Want ik heb helemaal niet zoveel met vogels, papegaaien, speciaal natuurlijk wel met dieren, vrolijke kleuren. Dat is altijd prima, maar niet dat ik denk, nou die ga ik nou in mijn huis hangen of zo. Ik weet het niet. Dus ik had hem, denk ik, vrijdag gezien, donderdag. Maar hij bleef toch de hele tijd in mijn hoofd hangen. En vooral omdat ik dacht, deze lijkt me nou zo ontzettend leuk om aan te werken. En het is echt mega anders dan al mijn andere projecten. Er zitten heel veel dezelfde kleuren in. Nou, mijn zeemermin is natuurlijk helemaal blauw. En ik heb best wel veel donkere projecten. Ik heb een Halloween en een kerstman, die is ook best wel donker. En ik dacht eerst de hele tijd, nee, niet doen, want je wil niet nog meer projecten. Ik heb er eindelijk weer één afgestreept. Ga je meteen weer wat nieuws beginnen. En zo schiet het helemaal niet op. Maar hij bleef in mijn hoofd zitten. En toen dacht ik, ja, ik heb mijn pauzeuren. Die verschillen natuurlijk. Het is maar net of ik daar tijd voor heb. En die heb ik niet meegerekend in mijn normale handwerkschema. Niet dat ik nou echt per se een schema heb qua uren. Maar wel een idee van wat ik iedere dag zou kunnen doen. Ik vind het namelijk heel fijn om projecten in stukjes op te delen. En dat houdt me gemotiveerd. En het is leuker om tussendoor allemaal dingetjes te kunnen afstrepen. Ja, mijn pauzeuren zijn dus gewoon iets extra. Toen dacht ik, nou, als ik nou alleen maar dan eraan werk, dan kost het me dus geen extra handwerktijd. En misschien moet ik het dan maar doen. Dus, helaas. Ik weet nog niet wat ik ervan vind, maar het is zo leuk om eraan te werken. Dus ik heb nog soort van een beetje spijt, maar ook weer niet. Maar dit is hem. De kleuren zijn niet helemaal zo mooi op het plaatje als in het echt. Het is een hele kleine foto die je kon vinden. Maar dit is dus Freebie Harmony. Ik zal hem ook linken in de beschrijving. Ik zou het heel erg leuk vinden als er misschien nog iemand verleid wordt om dit project te starten. Ik moest ook vooral lachen om een beetje zijn wazige blik. En natuurlijk gewoon de fantastische kleuren die erin zitten. Ik heb ze ook bijna allemaal. En ik had precies nog één stukje stof waar die echt exact op paste.
Dus ja, het was ook een soort van meant to be. Maar moet je kijken, we hadden fantastische kleuren. Ik mis er geloof ik nog 14 of zo. Dat valt wel mee. Dus ik heb echt al een goed beginnetje kunnen maken. Ik zat eerst ook nog te denken om een color completion te doen. Oftewel kleur voor kleur en gewoon bovenaan de lijst te beginnen. Maar dat zou betekenen dat de grootste kleur onderaan zou zitten bijna. Dat was misschien niet heel erg handig. En dat zou ook betekenen dat ik telkens de Q-snap moet verplaatsen. En heel veel moet tellen. En ik wilde nou juist in mijn pauze iets wat makkelijk en snel ging. Dus het leek me heel erg tof om hem zo tot leven te zien komen. Maar praktisch gezien was dat niet echt het meest handige keuze. Het is een redelijk kleine heat. Het is 165.000 steken. Dus dat is echt nog wel flink wat. Maar vergeleken met mijn andere is het best wel een kleine. En ik heb er nu dus op maandag in de pauze aan gewerkt. Een klein begin. En ik heb nu 483 steken. Dus dat vind ik niet slecht voor een eerste keer. Ik ben zoals altijd rechtsboven begonnen. Maar dat betekent wel dat ik al heel snel dus hier een van die bloemen ga tegenkomen. Dus nou kan ik eigenlijk stiekem niet wachten om strakjes in de pauze eraan te werken. Misschien is dat ook wel goed, want ik sla heel vaak mijn pauzes over. En zeker nu in het begin en met het mooie weer natuurlijk kan ik lekker even buiten zitten. Kijk ik er echt naar uit om dat te doen. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar goed, ik ben gestart, kan er niet meer onderuit. En ik heb hem laten zien, dus hij telt gewoon mee in mijn lijst. Maar goed, in mei heb ik dus aan 8 verschillende projecten gewerkt. 28 van de 31 dagen, dus dat is echt een hele nette score. Mijn werkprojecten tel ik niet mee, zoals de cursussampler. Ik kan er niet onderuit als ik video's op moet nemen om die te maken. Dus ik vind dan dat dat niet meetelt als een work in progress op mijn lijst. Maar natuurlijk wel om te laten zien. Dus ik heb 1 werkfinish, 2 work in progress finishes. Dat was de sjaal en de sokken. En dus 1 nieuwe start. Maar uiteindelijk ben ik toch uitgekomen op 41 projecten. Zijn er 2 minder dan de vorige maand. Dat is best wel oké. Qua borduursteken heb ik 30.336 steken in mijn zeemermin gezet. En 5.229 in de Dark Queen. Dat zijn best wel flinke aantallen waar ik heel erg trots op ben. Volgens mij heb ik nog nooit zo'n hoog aantal gehaald. Maar de zeemermin is dus standstitch en vooral invullen. Dat betekent dat ik mijn 1000 steken per dag net niet gehaald heb. Maar ik heb echt best wel veel dagen, ik denk zeker wel een hele week, niet aan mijn zeemermin gewerkt. Dus alsnog vind ik dat een fantastisch eindresultaat en een goed gemiddelde. En ik stel mijn doelen ook vooral als uitdaging en om ergens naartoe te werken. En niet dat ik dan heel teleurgesteld ben als ik niet haal ofzo. Ik vind het gewoon leuk om mezelf uit te dagen. Dus ik ben daar heel erg tevreden mee. En nu ik best wel een aantal dingen aan het afwerken ben. Zoals mijn sjaal en de cursuskilt is bijna af. De Tila Nova is natuurlijk bijna af. Dus ik was een beetje aan het kijken welke projecten ik daarvoor in de plaats zou doen. En of ik weer mijn rotatie wil oppakken. Of gewoon zoals nu aan 1 project tegelijk wil werken. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Want iets afmaken, dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar voor de podcast is het wat fijner als ik aan meerdere dingen werk. Maar dat zorgde er wel voor dat ik een beetje mijn doelen ging reviewen en ging nakijken. En gewoon over dingen aan het nadenken was en plannetjes aan het maken. Mijn doel was eigenlijk om einde van het jaar onder de 20 projecten te komen. Oftewel te halveren. Ik heb een lijstje gemaakt van welke 20 het snelst af zou kunnen zijn, maar ik denk dat ik dat niet ga redden. Dan heb ik gewoon geteld wat ik op een avond ongeveer zou kunnen doen. Dus ik heb in het weekend natuurlijk wat extra tijd. Ik heb nog een zomervakantie die eraan komt en een kerstvakantie. Dus het is niet onmogelijk, maar het wordt wel heel hard werken en zeker niet aan nieuwe projecten werken. Dus ik ben er nog niet uit of ik dat wil doen. Ik stel mijn doelen als om iets te hebben om naartoe te werken. Maar als er wat anders tussendoor komt, dan ben ik daar niet teleurgesteld over. Maar ik denk dat het wel leuk is om daar nog even goed over na te denken. En dan eind juni, begin juli,
een projectparade te doen. En al mijn projecten te laten zien hoe ze nu zijn. Omdat het dan midden in het jaar is. En ook omdat ik januari gemist had. Maar het lijkt me wel leuk om weer een beetje een startpunt te hebben. Om mijn doelen weer wat naar voren te halen. En daar wat meer op te focussen. Dus dat komt er zeker aan. Dan laat ik ook mijn handwerkagenda zien. En eventueel mijn aangepaste doelen en dingen die ik dit jaar nog zou willen bereiken. Dus daar kijk ik best wel naar uit. Daar heb ik heel veel zin in. En ik zat ook te denken, ik ben op zich best wel goed bezig door niet heel veel dingen te starten. Ik ben echt aan het focussen, dingen af te maken. Maar wat ik wel merk is dat ik dan, als ik iets af heb, toch stiekem een klein projectje er tussendoor doe en opnieuw start. Vaak dan ook wel afmaken, maar ja, dat is toch weer tijd. En dat betekent dat ik mijn projectenlijst echt niet aan het minderen ben, wat ik heel graag wil, want het is gewoon te veel en overweldigend. Dus ik zat te denken dat ik misschien wel een editie van het finishfeestje kon gebruiken. Nou heb ik met de cursus en de zomer niet zoveel tijd om dat echt te organiseren met een prijs en iedere week een update. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ik denk wel dat ik voor mezelf een lijstje ga maken voor misschien de komende maand of 2 maanden in de zomer. Misschien wel alleen voor de vakantie. Om echt een beetje mezelf uit te dagen en een paar dingen af te gaan maken. En natuurlijk niet iets nieuws te gaan starten. Maar ik dacht, ik benoem het even, want er waren best wel veel deelnemers vorige keer aan het finishfeestje. Natuurlijk ga ik een echte editie organiseren in november, december. Maar misschien is er wel iemand die met me mee wil doen en op Instagram of in de Facebookgroep zijn lijstje wil delen. En gewoon even weer focussen en een paar doelen stellen voor jezelf. Dus dat wilde ik nog even benoemen. Misschien dat ik volgende keer kan laten zien wat ik dan bedacht heb en waar ik me op ga focussen. Dat ga ik pas doen als de Tula Nova af is. Daar ben ik echt volle bak mee aan de slag nu. Daar ga ik gewoon aan doorwerken totdat die af is. En verder geen andere projecten tussendoor. Dus ik ben benieuwd wat ik volgende keer te laten zien heb. Maar ik hoop in ieder geval een hele mooie quilt. En misschien dus wat ideeën voor een finishfeestje tussendoor. Dus als het je leuk lijkt om daaraan mee te doen, stel jezelf wat doelen, maak een foto van je lijstje, stel een einddatum in. Misschien wil je het alleen in je vakantie doen of voor de maand juni of wat dan ook. Maar daar ga ik in ieder geval mee aan de slag. Maar het is niet een officiële georganiseerde editie, die komt later dit jaar. Maar het zou ik wel heel erg leuk vinden om elkaar een beetje te motiveren en dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. En als ik het zo vertel en een doel stel, dan is de kans dat ik iets nieuws ga starten ook wel een stuk kleiner omdat ik het gezegd heb. Dus dan vind ik soort van dat ik me daaraan moet houden. Dus alleen dat al kan helpen. Ja, dat was het voor deze week. Uiteindelijk toch nog best wel veel gepraat. Ook al had ik niet zo heel veel projecten. Ik hoop dat je 2 hele leuke weken tegemoet gaat met lekker veel handwerk en lekker buiten genieten in het zonnetje. Als je daar tegen kunt tenminste, misschien zit voor jou wel echt een rotperiode en zit je alleen maar binnen. Dan heel veel binnenhandwerkplezier zou ik zeggen, want daar kan dat ook zeker. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat het weten als je zin hebt in een finishfeestje of als je iets anders te zeggen hebt. Ik vind het altijd heel erg leuk om je reacties te lezen. En dan zie ik je heel graag over 2 weken weer terug. Doei!